Al eeuwen houdt hij de wacht over de stad. Voor veel Bredanaars is de kerk even vertrouwd als hun eigen huiskamer. Maar zoals die er vanavond uit gaat zien, dat heeft nog niemand meegemaakt. De Franse kunstenaars waren meteen verliefd op de kerk. Breathtaking, basically. Yeah. Absolutely amazing. Met hele precieze projecties op schermen, op muren en op het orgel versmelten ze de werkelijkheid en de illusie. Wat is echt, wat is nep, het is nauwelijks te zien. Een deel van de muziek wordt live gespeeld op het orgel. En de organist vond dat een goed idee. Nou, dat is ook, hè? Want nogmaals, het orgel is natuurlijk, heeft een naam dat het een kerkelijk instrument is, maar het is een concertinstrument. Je kunt daar echt heel veel verschillende dingen op doen. De Fransen spelen met de geschiedenis van de kerk. The construction of the church, or the beginning, and then the prosperity era, and then the iconoclasm. De manifestatie in de grote kerk hoort bij de Cultuurnacht Breda. Er staat nogal wat op stapel vanavond. Dynamiek, verrassingen, een spannende tocht door de stad. Tentoonstellingen, theatervoorstellingen, dans, muziek. Kunstenaars die gekke dingen doen, van alles. Nogmaals, noem het maar op en je vindt het.